Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Blokbars. Vandaag ben ik in Hartje Centrum met Dinero. Pakka bro. Vertel eens wat we hier doen. Ja, ik kom net van de bijkorf. Ik ga even wat cadeautjes kijken. Want die koude dagen komen eraan. Is mijn kerstpakketje al klaar? Jouw is sowieso al klaar, man, bro. Love, man. Kom je hier vaak in het centrum? Ja, ik kom er vaak, man. Je weet toch, spullen kijken. Hier is gewoon Amsterdam, het is mijn stad gewoon. Je weet toch? En waar gaan we zo meteen heen? Ik ga jou zo even brengen om wat vrouwen te kijken, man, bro. Mijn vrouwtje kijkt niet naar deze programma. Nee? Dus ja, nee, oh, oké, dan. Let's go, dan. Oké, dan let's go, man. Ja man, dus hier kwam ik vroeger gewoon vooral kijken, maar als mijn moeder me wat geld gaf, ging ik geen snoep kopen, maar ja, ik kwam gewoon hier zo spieken, je weet toch? Hoe oud was je toen je hier kwam eigenlijk? 15, 16 jaar, man. 15, 16 jaar. Ja. En ik heb, ja, hier heb ik ook wat dingen gedaan. Slechte dingen, wat eigenlijk, weet je. Wat voor gekke dingen heb je hier gedaan? Ik heb wel wat bolletjes verkocht vroeger in de tijd, weet je toch? Maar dat is ook wel een tijd geleden. En wat deed je dan met dat geld? Chillen, weet je. Auto's huren zonder rijbewijs. Ik ben hier ook gearresteerd midden op de Dam. Hier midden. Hoe kwam dat? Wat had je gedaan? Kijk, eigenlijk is het onrechtvaardig dat ik ben gearresteerd, weet toch? Maar een jongen ging een keer afpersen, weet toch? En toen liepen we hier zo richting de Wallen toe. Wouden we vrouwen kijken. Toen waren we aan het lopen, we liepen zo. Opeens kwam er een motoragent van, hey, jongens, blijven jullie even stilstaan? Toen bleef ik staan, je weet toch? Maar ik dacht van, hey, maar waarom moet ik blijven staan? En ik ben een jongen, ik sta niet graag stil voor politie, weet je. Dus nee, ging gelijk loesoe. Ging gelijk rennen, je weet toch? Dus nu, ik ren op de helemaal door, hier zo, door de Wallen. Ik ren. En staan toeristen, houden me nog tegen, willen mijn voet zo zetten om me te laten struikelen, weet toch? Dus ik duw die man, hij valt zo naar achteren, weet toch? Maar nu eindstand ging ik gewoon bij een chickie binnen in een raam. Ging ik naar binnen, weet toch? Zei ze, no, don't come here, weet toch? Maar ze liet me wel even, omdat ik ging, ik zeg, baby, I pay you, weet toch? Eindstand dacht ik van, hé, die agenten waren weg. Kom ik weer naar buiten, zag ik een paar Nederlanders zo lopen, maar ik dacht van, hé, ze waren al weg, begrijp je? En opeens werd ik gevloerd, gearresteerd, midden op de Dam. Geen iedereen moet zien, je weet toch, ik vond het gewoon een beetje schaande, weet je. Dus, Maar ja, nu ben je op positieve dingen toch, muziek ja, maken? Nu ben ik op positieve dingen, man. En waar gaan we zo meteen heen, bro? Ga je zo naar de studio brengen waar die hits worden gemaakt, weet je. Is cool, man. Let's go dan, bro. Let's go, man. Nu je denkt het is voorbij, Bulukoes laat je voorbij. Headshot is meteen over, sneak diss en ik kom meteen. Ik mik op hoog, schouders, knieën, teen. Veel lame rappers in de game. Ik noem geen naam, het zijn er fucking veel. Wie de schoen past, die trekt hem aan. Ik ben naar buiten, want hij trekt me aan. Ik wil die 100 bands. Dan doe ik net Mighty the Money Dance. Hold up, mijn pocket zijn short up. Dit is de studio, man, bro. Hier is mijn management, 207. Recordings, je weet toch? Dent on the Beats. Je hebt ook een nummertje met Cho, hoe is dat ontstaan? Ja, maar Kenny Maas is vroeger, man, bro. Shout-out naar Cho, trouwens. Ja, shout-out naar die man, je weet toch? Dus die man checkte me gewoon, je weet toch? Komen we naar de studio en daar magic happens, je weet toch? Je bent nu bezig met je EP? Wat ja, EP, mijn EP is al af, je weet toch? Dus, en wie staan er allemaal horen? Op mijn EP? Willem van de Opposites, Seppa, Cho. Dan heb je BKO. Dus alleen maar vuur? Ja, sowieso maar veel vuur, man. En ja. Nu we toch in de studio zijn, kan je dus goed even je bars gaan gooien, ja, bro. Ja, we gaan die blokbars killen, ja, man, bro. Ja, let's go, man. Let's get it, man. Dingen zijn binnen. Ik kom ze halen, kom ze slangen. Hele dag ik moet rennen. Ik en mijn jongens in de hoed. Zijn ready voor de shoot-up. Kan niet hier tot de shoot-up. Real nickel en mijn hoeken. Hele dag aan het rennen. Moeten slangen, moeten brengen. Dagenlang weer aan het rennen. Je kan me bellen voor een as. Wil je flex, je kan bij ons. Aan mijn jongens hebben gas. Rappers vragen om protection. Pokémon, we gonna catch it. Wordt gebeld. Oh, is de blok. Ik moet niet rennen. Oh, is de blok. Ik word gebeld.
Thanks voor je bars, bro. Geen stress, was man, vuur. Ja, toch? Shout-out naar alle jongens uit de 7. Ze weten zelf wat ik bedoel, man. Kijk, iedere vrijdagmiddag om 2:00 middags op de trap.nl voor een nieuwe sessie. Gang! Yeah.